Ja, goeiedag even. Hey, ik heb vroeger een keer gesolliciteerd bij een warenhuis. Of ja, warenhuis. Die lui die verkochten eigenlijk van, nou ja, van bezems tot goudvissen. En van goudvissen tot aan boottrailers. En ja, eigenlijk zo'n beetje alles. Dus toen zegt die baas van mij tegen mij. Hij zegt, jongen, hij zegt Van Abelo. Hij zegt, maar het is juist de kunst dat als iemand om iets kleins komt vragen, dat ze iets groots verkopen. Hij zegt, maar daar zit een beetje voor ons de winst en de handel in. Hij zegt, maar kom maar even mee, zeg, ik zal het wel even een keer voordoen. Dus er komt een kerel naar binnen toe en die vraagt, verkopen jullie ook graszaden? Ja, tuurlijk, zegt die baas van mij, verkopen wij graszaden. Hij zegt, maar heb jij ook wel gazonmest? De bliksem, zegt die vent, dat is niet zo'n gek idee. Toen zegt die verkoper, die baas, hij zegt, maar hij zegt, jochie, als dat gras lang is, dan moet je ook gras maaien, hè? Heb je wel een grasmaaier? Nou, hoe, zegt die vent, hij zegt, dat heb ik niet, maar die heb ik inderdaad wel nodig, ja. Dus die vent die gaat later naar buiten toe met grasmaaier en graszaden en het hele rattenplan compleet. Dus zegt die baas tegen mij, hij zegt, nou, snap je nu een beetje hoe het werkt? Ik zeg, man, ik zeg, dat stel geen donder voor, man. Ik zeg, appeltje eitje. Dan komt er een vrouw naar binnen, die zegt, hallo, verkopen jullie ook tampons? Ik zeg, ja. Zeg, en of wij tampons verkopen? Nou, mooi, zegt ze, dan doe mij maar één pakje. Ik zeg, moet er ook een grasmaaier bij? Toen zegt ze, grasmaaier, zegt ze, waar moet ik nu mijn grasmaaier? Ik zeg, ja, niet kan neuken, ik zeg, ik kan net zo goed gras gaan maaien.